30 Nederlandse bedrijven presenteren zich in het Holland Paviljoen. Staatssecretaris Martijn van Dam ontving daar de burgemeester van Shanghai en twee ministers. China staat voor een paar grote uitdagingen. Genoeg voedsel produceren voor de bevolking die steeds welvarender wordt. Dat op een schone manier doen, omgaan met vervuiling. Grote steden in China hebben allemaal te kampen eigenlijk met smog, met andere problemen van vervuiling. Nou, ze zoeken eigenlijk technologie, kennis waarmee ze dat soort uitdagingen aankunnen. En ze zoeken ook vooral samenwerking daarin. Niet alleen de grote bekende bedrijven zijn van de partij, ook veelbelovende start-ups. Zoals een chemiebedrijf uit Rotterdam. We zijn een zeer klein startende onderneming in Nederland, in het Rotterdamse. En we doen vaker van dit soort beurzen, maar krijg je als startende onderneming neem je een box van 3x3. En dan krijg je zo'n hele kleine stand ergens achter in de beurs. Terwijl zo'n Holland paviljoen, dat geeft met veel oranje en veel uitstraling, hoop ik dat we daar veel meer bezoekers door krijgen. En de Nederlandse bedrijven kunnen ook echt iets betekenen in China. De verandering van China zie je steeds meer van made in China, dus bedoeld voor de export, veel meer naar made for China. Eigenlijk gemaakt in China, maar ook voor de Chinese markt. Daar zijn ze eigenlijk naar op zoek naar. Dat biedt voor Nederlandse bedrijven die ook bereid zijn om ook echt hier te investeren, biedt dat hele grote kansen. De eerste deals zijn al gesloten en de beurs duurt nog tot en met zaterdag.